Door meer tiener- en jongerenwerk en steun bij het onderwijs gaat de gemeente Arnhem de jeugd in de wijk Immerlo meer helpen. De bewoners uit deze wijk verhuizen snel en scoren slecht in het landelijk onderzoek Kind in Tel. Immerlo is een hele slechte wijk voor jeugd, zeggen ze. Maar is dat nou wel zo? Nee. Nou, ik kom net van de school af en ik werk hier op school en op de peuterspeelzaal. En nou, ik moet zeggen dat ik ook hele goede dingen meemaak hier in de wijk. Dus ja, in die zin zie ik het heel positief. Immerlo, dat staat op plaats 26 van slechtste wijken voor jeugd. Hoe komt dat, denkt u? Nou, ik denk dat het komt omdat heel veel verschillende mensen wonen uit heel veel verschillende culturen. En ja, dat daar wel extra aandacht voor nodig is. Maar op zich, de dingen die er gebeuren zijn ook heel positief. Ik zie alles goed. Wegen zijn goed, de regeling is goed, de gemeente regelt alles goed. Dus ik vind het niet sowieso iets dat ik moet zeggen dat dit moet veranderd worden. Als één iemand of twee mensen wat doen, dan zeggen ze vaak dat iedereen het doet. Maar eigenlijk bieden ze hier heel goed onderwijs en hebben ze, organiseren ze heel veel activiteiten voor kinderen. En zo leren ze dat eigenlijk af. De wijk in het puntje van Malburgen neemt de 26e plaats in op een lijst van slechtste buurten voor opgroeiende kinderen.